Welkom bij de kennisclip Wat is een molecuulformule? Na deze kennisclip kun je moleculen en atomen schematisch tekenen, uitleggen wat een molecuulformule is en hoe die is opgebouwd, en een molecuulformule op basis van een tekening van een molecuul opstellen. De kennisclip heeft twee onderdelen: het onderdeel atomen tekenen en het onderdeel moleculen tekenen. Maar laten we starten met atomen tekenen. In een eerder kennisclip heb je kennis gemaakt met de atoomtheorie van Dalton. En weet je nog wat die meneer Dalton precies allemaal vertelde over atomen en moleculen? Nou, ik zal ze nog even voor je herhalen. Moleculen bestaan uit kleinere deeltjes en die noemen we atomen. Atomen kun je voorstellen als kleine harde bolletjes. Alle atomen van dezelfde soort zijn hetzelfde, dus ze hebben dezelfde massa en ze zijn even groot. Atomen kun je niet veranderen en er zijn er ongeveer 100 van. Hoeveel precies, dat kun je terugvinden in je periodiek systeem. Laten we kijken naar atomen kun je voorstellen als kleine harde bolletjes. Dus dan kun je atomen ook tekenen. Atomen tekenen, dat doe je als volgt. Bijvoorbeeld een zuurstofatoom. Wat doe je dan? Dan zoek je in je tabellenboek zuurstof op. Dan zie je dat het symbool. Een O is en je tekent een cirkeltje met een O erin. Nou, atomen dat zijn harde bolletjes. Nou, een bolletje tekenen is een beetje lastig, dus je tekent gewoon een cirkel met het chemische symbool erin. Nou, misschien kunnen we zelf alvast de volgende atomen tekenen. En je mag daarbij je tabellenboek gebruiken. Dus ik zou zeggen: pak dat even erbij en dan zie je zo meteen terug voor de antwoorden. Nou, als het goed is, is het gelukt om een waterstof- en een kaliumatoom te tekenen. Een waterstof, dat is een cirkel met een H erin, en een kaliumatoom is een cirkel met een K erin. Nou, dat was het. Dat is toch simpel, of niet? Maar laten we het een stapje moeilijker maken. Laten we kijken hoe je moleculen tekent. En wat je al eerder gezien hebt in de atoomtheorie van Dalton. Dan nou, bestaan moleculen uit kleinere deeltjes. En die kleinere deeltjes noemen we atomen of andersom. Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Dus dan kun je ook meteen moleculen tekenen. Ik heb er hier twee voorbeelden voor je. Bijvoorbeeld aardgas. Dat ziet eruit als een koolstofatoom met eromheen vier waterstofatomen. En je hebt koolstofdioxide, die wij ook al eerder tegenkomen. En dat is een koolstofatoom met twee zuurstofatomen. Nou. Hier zie je dat die verschillende atomen die hebben verschil verschillende grootte. Dat heeft ermee te maken dat een waterstof, dat is maar een klein atoom, en een koolstofatoom, dat is een groot atoom. Maar daar hoef je zelf als je moleculen gaat tekenen, niet zo druk om te maken. Dan is er nog iets wat je moet leren, dat is het leren van het opstellen van molecuulformules. Bijvoorbeeld de molecuulformule van water. En je ziet dat water is opgebouwd uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. En omdat dat tekenen elke keer lastig is, hebben we bedacht voor gewoon, misschien moeten we een handige manier om dat op te schrijven vinden. En die manier ziet er als volgt uit. Bij water heb je twee waterstofatomen. Dus dan zet je een grote H. Het symbool van water is een hoofdletter H. En je zet eronder een kleine twee. En met die tweetje geef je aan hoeveel atomen dat je daarvan hebt. Dan heb je één zuurstof. Nou, je zou hier verwachten dat hier een klein eentje staat. Dat is niet zo, die eentjes die schrijven niet op. Dus als er alleen in dit geval een O staat, zoals dus er alleen een symbool staat, betekent dat je daar één atoom van hebt. Dus nog een keer: de, het chemisch symbool geeft aan wat de atoomsoort is. En het getalletje eronder geeft aan hoeveel atomen dat je er hebt. En als daar niks staat, dan heb je één atoom. Dus de 2 geeft aan het aantal atomen. Nou, dan zou je ook van het volgende molecuul moeten kunnen zeggen hoeveel van welke atoomsoorten daarin zitten. In dit geval suiker, daar is de chemische formule C11H22O11. Van. Die hoef je niet te onthouden, dat komt in jaar 3. C11. Dat betekent hoeveel koolstofatomen zitten daarin? Inderdaad 11. Hoeveel Waterstofatomen zitten erin? Klopt, 22. En hoeveel zuurstofatomen zitten er in zo'n suikermolecuul? Inderdaad, ook weer 11. Nou, dus als het goed is, kun je nou op basis van een tekening kun je een molecuulformule opzetten. Daar heb ik een opdracht voor jou voor bedacht. Het is de bedoeling dat je van deze vier stoffen, of dus deze vier moleculen, de molecuulformule geeft. Daar heb je even weer wat puzzeltijd voor nodig, dus ik zou zeggen het filmpje weer even op pauze zetten. En dan zie ik je dadelijk terug om het antwoord te bespreken. Welkom terug. De eerste stof die heeft 1C en 4H's, dus CH4. De volgende heeft 1C, 2O's, dus CO2. Dan de volgende dat is ammoniak. Die heeft één stikstof en drie waterstoffen, dus 1N en 3 H's. Dus dat is NH3. En de laatste dat is zoutzuur, oftewel waterstofchloride HCL. En die heeft dan allebei ene. Dus we schrijven een grote H en een CL. Nou, dat was nog niet zo moeilijk, toch? Nou, dit is een kwestie van veel oefenen. Dan gaan we dat ook in de les doen. Dan heb ik nog een opdracht voor je. Teken de moleculen van de volgende stoffen: NaCl, HF en CO. Nou, hier heb ik ook even wat puzzeltijd nodig. Nou, ze hoeven niet allemaal zo heel chic gekleurd te zijn en van verschillende grootte. Dus je mag ze allemaal even groot tekenen als je maar de goede symbolen erin zet. Dan zou ik zeggen, neem even de tijd om te puzzelen. En start het filmpje weer als je denkt dat je het antwoord hebt. Welkom terug! Als het goed is heb je een aantal moleculen getekend. Het eerste is NaCl en dat zou je op deze manier kunnen tekenen. Een cirkeltje met een Na en daaraan vast een cirkeltje met een Cl. Dan HF waterstoffluoride HF, een cirkeltje met een H dus een atoom waterstof en een cirkeltje met een F, dus een atoom fluor. En de laatste, koolstofmonoxide een cirkeltje met een C erin en een cirkeltje met een O erin. Nou, het had kunnen zijn dat je in het periodiek systeem C kleine O had ontdekt. Die stof die bestaat ook. Dan had je één cirkeltje met een grote C kleine O gehad. Maar dat is niet goed, want we hebben te maken met twee hoofdletters. Een hoofdletter C en een hoofdletter O. Dat betekent dat er twee verschillende atomen zijn. Dan komen we tot de afronding van deze kennisclip. Als het goed is kun je nu moleculen en atomen schematisch tekenen. Je kunt uitleggen wat de molecuulformule is en hoe die is opgebouwd. Je kunt een molecuulformule op basis van een tekening van een molecuul opstellen. En als je dat kunt, dan heb je het heel goed gedaan. Als je dat niet kunt, kijk eens het filmpje nog een keer opnieuw. En ik zou zeggen hartstikke bedankt voor je aandacht. Tot de volgende keer. Tot de volgende kennisclip.